Hendrik, welkom hier vanavond in de Waakhoven. Allereerst wil ik Rivas hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van deze locatie. Fantastische locatie op deze eerste jubileum of lustrum viering. Ik ben voorzitter van de stichting Welzijn Sliedrecht. En deze stichting die opereert hier in Sliedrecht op dit moment volop in de maatschappij. Maar vanavond zijn we hier om stil te staan bij het feit dat we 5 jaar geleden zijn begonnen met het Alzheimer Café. En daar is een prachtig programma voor opgesteld. Dat programma dat wordt vanavond gepresenteerd in de vorm van lezingen. Maar daar ga ik u verder niets over zeggen. De Stichting Welzijn is verheugd met zo'n grote opkomst. En wij hopen vanavond dat u hier heel veel informatie kunt krijgen. En ik zie al dat daar ook heel veel informatie verkrijgbaar is. Ik wil heel graag het woord geven aan de avondvoorzitter van deze lustrumviering. En dat is Paul van Bakel. Vanavond hebben we het jubileum met als thema Sliedrecht, een dementievriendelijke gemeente. Ik heet welkom de wethouder, Arnie Visser, de sprekers van vanavond, Frans Hogeveen, Rob van Marum. Ik kom daar straks nog even op terug. En wat steeds gebeurt bij het Alzheimer Café is het zitje met de lamp. Het Sliedrecht Café waar je gewoon altijd herkenbaarheid hebt. En dat is ook heel belangrijk om dat toch aan te geven. Dat is niet oudbollig, maar dat is herkenbaar. En herkenbaar is denk ik een heel belangrijk onderdeel van het Alzheimer Café. Geachte aanwezigen, ik mag op deze jubileumbijeenkomst iets vertellen over het thema Sliedrecht en dementievriendelijke gemeente. En wat is nou precies een dementievriendelijke gemeente? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Een dementievriendelijke gemeente is een gemeente waar iedereen normaal omgaat en met de dementerende medemens. Een dementievriendelijke gemeente is niets meer of minder dan een gemeente waar geen taboe meer rust op dementie of dementerende. Het is een gemeente waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren. Het is dan ook een gemeente waarin niemand gek op kijkt als een dementerende iets vergeet. Het is een gemeente waar een dementerende zich thuis voelt en waar hij thuisgebracht wordt als hij of zij is verdwaald. Het is een gemeente waar iedereen, dus ook een dementerende, zo lang mogelijk aan het gewone leven mee kan doen. Dat gewone leven kan zijn meedoen aan activiteiten in de buurt, waaronder bijvoorbeeld dagbesteding, en zo blijft een dementerende actief. Het thema houdt dus in dat we samen een warme samenleving creëren waar mensen met dementie en hun mantelzorgers een vaste plek hebben. En één zo'n vaste plek is het Alzheimer Café, dat in Sliedrecht 5 jaar geleden is opgericht. Een trefpunt waar dementerenden met hun naasten, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden kunnen samenkomen om ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om informatie op te halen. Het is een laagdrempelige plek en dat wil zeggen dat de plek gelukkig steeds laagdrempeliger wordt en waar de bezoekers zelf ervoor zorgen dat deze plek, dit café, blijft bestaan. Aan het thema zou ik graag nog willen toevoegen: mensen met dementie tellen mee in Sliedrecht. Dementie is een verzamelterm. Dementie kan door verschillende ziektes komen. Dementie is niks anders als je hebt geheugenproblemen, met daarbij nog andere problemen, met planning, overzicht houden, taal, van alles zijn. En die problemen zijn dusdanig groot dat je in je, zo staat het in de definitie, sociaal of beroepsmatig functioneren gehinderd wordt. Oftewel, je kunt niet meer dat wat je voorheen wel kon. Je hebt hulp nodig, ondersteuning. Noem het dementie. En u voelt al dat dat een hele
twijfelachtige diagnose is. Waarom is dat gisteren, morgen of drie weken? Het gebeurt niet van de ene dag op de andere. Het is heel geleidelijk. Dus met elkaar maak je een inschatting. Ja, vaak zou u uw partner alleen durven laten? Zou u een week op vakantie kunnen? Zou u zich dan nog redden? Als het antwoord nee is, en niet omdat de meeste mannen van bepaalde heel weinig hebben gedaan, misschien thuis vroeger. Maar als je zegt van nou, hij kon vroeger wel koken, maar nou lukt het allemaal niet meer. Heel soms kom ik inderdaad mannen tegen, met name mannen. Dan vraag je, ja, ik heb altijd van gekookt, als ze was, maar alles in huis, sinds pensioen doet hij eigenlijk niks meer. Een beetje de tuin klussen. Dan wordt het heel moeilijk om vast te stellen of het achteruit is gegaan. Als iemand dus hulp nodig heeft, dan noemen we dement. En op hoge leeftijd is dat meestal veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. 6, 7 van de 10 keer is dan de ziekte van Alzheimer die de oorzaak is. Maar je kunt ook door een beroerte dement worden. Of van de ziekte van Parkinson. Dat kan ook. Dus we hebben heel verschillende ziektes die steeds zeldzamer worden. Meestal is het de ziekte van Alzheimer. En dat gaat geleidelijk. En dan komt er een heel moeilijk proces. De eerste vraag, sommige mensen zeggen, ja, ik heb gehoord op de radio dat je behandeld kunt worden. Dat er medicijnen zijn. In alle eerlijkheid, ik ben daar niet heel enthousiast over. Ik leg altijd eerlijk uit op de podium, die medicijnen zijn eigenlijk alleen maar bedoeld voor de ziekte van Alzheimer. Daar zijn ze voor geregistreerd. En nou, zeg, als ik nou een goede bui heb, dan zeg ik dat ze bij 1 op de 5 mensen iets doen. En dan is ja, wat doen ze dan? Dan hopen we dat ze een half jaar, een jaar het ziekteproces wat afremmen. Maar meestal niet. Maar sommige mensen zijn wel zo gelukkig dat het daarbij. Maar dat weet ik van tevoren niet. Ik kan niet aan het gezicht van iemand tegenover zien of die er baat bij gaat hebben of niet. Dus je gaat praten van, nou, wat vindt u? Moeten we dit proberen? Nou, dan kom je bij de Exelon, het rivastigmine, de pleister, galantamine, ik weet niet of u dat, remeniel, pilletjes. Dat zijn de middelen die je dan uitprobeert. Er is nog één ander middel op de hele wereld. En dat is Ebixa, dat is een andere middel, memantine. Ben ik daar enthousiast over? Het spijt me. Ook niet echt. Als ik echt kijk naar de studies, dan zeggen die dat het middel eigenlijk vrijwel niks doet. Het heeft ook geen bijwerking. De vraag is niet van kunnen we medicijnen geven zodat iemand geneest, want dat gebeurt niet meer. De vraag is hoe houden we het systeem, het echtpaar overeind? Hoe houden we het zo goed dat je het volhoudt? En ik weet niet of er mantelzorgers zijn die dat herkennen. Maar je ziet vaak dat de problemen al ver voordat je naar de dokter gaat zijn ontstaan. Als je terugkijkt, je ziet mensen al veranderen. Je kunt mensen jaren voor de diagnose zich al wat zien terugtrekken. Misschien worden ze wat, ja, de wereld wordt kleiner. Ze gaan dingen vermijden. En dan, ja, even wordt achter, wordt oud. Je mag wel wat vergeten. Dan gaan dingen opvallen. Misschien gaan mensen slecht slapen. Dag-nachtritme moeten omkeren. Je gaat agiteren, bozer worden, korter lontje, dan ga je naar de dokter. Dan komt die diagnose. En dan wordt het moeilijk, want dan ga je als partner eigenlijk, moet je heel veel gaan leren. Je moet je leren aanpassen. En ik denk dat partners die ik zie op mensen knikken, dat is de grootste plus. Ik krijg vaak mensen ook op mijn poli, die zeggen, ja maar, vroeger deed hij van alles. En nou, hij zit op de bank en doet niks meer. Dokter, ik kan daar niet zo goed tegen. De enige die in een relatie zich aan zal moeten passen, is de partner. Dat is heel zwaar. Dat is ontzettend zwaar. En daarom vind ik juist de steun voor partners, ook de mantelzorgers, ook van cruciaal belang. En als je in Sliedrecht iets wil doen met de dementievriendelijke gemeente, dan moet je daar ook voor zich insteken. Want ik merk dat de wereld steeds kleiner wordt. En dat persoon met dementie de wereld enger vindt. Verliest het overzicht over ja, vreemde mensen, vreemde omgeving. Je kunt het niet goed onthouden. Waar voel je nou veilig? Je voelt je veilig thuis. Bij je partner. In je eigen omgeving waar je al jaren woont. Dus je wilt niet zoveel meer weg. Je wilt minder feestjes waar het te druk is. En als partner blijf je dus ook opgesloten. En geleidelijk aan ga je als partner steeds meer inleven. Steeds meer inleven. Steeds meer ja, 24 uur bij elkaar zitten. Wat je hele leven nooit hebt gedaan. Ik vind dat niet gezond. Er komt allerlei ellende van, ruzies van. En het put je uit. Dus als een student iets willen doen. Nou,
dagopvang. Geweldig, maar heel patiënten willen daar niet heen. Ja, daar hoor ik niet tussen die dementen. Dat vind ik helemaal niks. En dan moet je ook maar liggen. En die mensen moeten net klik mee hebben die daar zit aan die tafel. Dat is best moeilijk. Nou, ik hoorde net iets van Van Bakel over opvang, dat je binnen kunt lopen even. En, dat die met dementie even ergens kan liggen. Ik wil niet zeggen achtergelaten kan worden, dat is niet bedoeld. Dat je even boodschappen kunt doen. Dat je even alleen, even iets voor jezelf kunt doen. Dat is belangrijk. Dus dat is, denk ik, ik moet een beetje de tijd letten, een belangrijke boodschap. Let op de mantelzorgers. De mantelzorgers weet dat je de ziekte ook hebt. Want het is niet zo dat je partner alleen ziek is. We weten dat mensen, mantelzorgers, ook een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekte. Op vervroegd overlijden. Immense stress. En je moet het allemaal maar doen. Want over het algemeen ben je zelf ook wat ouder als je partner dementie heeft. Dus je hebt hartsteun nodig. Dat proberen we dan wat te bieden, vanuit case management, allerlei ondersteuning, maar uiteindelijk sta je wel alleen voor. Moet je het zelf wel doormaken. En ik weet niet of er mensen zijn die hier ervaring hebben met moeilijk gedrag, agitatie of onrust. Kijk eens rond. Mensen durven dat niet meteen, maar je ziet toch wel voorzichtig is. Ja, het kan niet anders. Bij iedereen, uiteindelijk met een dementie, zie je wat onrust ontstaan. Zie je soms wat, een korte rondje, boosheid. Je ziet onbegrip, je ziet toch vaak ook de reactie op elkaar. En als je zelf niet goed in je vel zit, dan heb je sneller een discussie. Dat hoort erbij. En waar ik tegen probeer te pleiten, is te vroeg naar medicijnen grijpen. Naar antipsychotica, zoals ik toch vind dat mensen versuffen is. Met heel veel oplossen leren we als je begrip hebt voor de patiënt met dementie. Als je probeert te begrijpen wat hij wil. En als je aanpast aan het ritme van die ander. Ik kan het makkelijk zeggen. Maar ik vind dat hulpverleners, zorgverleners in het verpleeghuis of waar dan ook, dat sowieso moeten doen. Ik kan het niet van de partners en de familie altijd vragen. Dat zou niet eerlijk zijn, want die hebben het ook wel zwaar genoeg. Maar van hulpverleners vind ik wel dat ik dat moet vragen. Dus ja, medicijnen, we proberen het wel. Bij een aantal mensen zie je dat het wat afvlakt. Maar heel vaak haalt het niet veel uit. Gaan er dan nieuwe medicijnen komen de komende 5 jaar? Het spijt me. Nee, helemaal niks. Ander punt wat ik belangrijk vind. Vragen. Ja, natuurlijk. Het is toch een beetje tegenstrijdig wat u zegt. Ja. Medicijnen helpen niet. Maar als je weet dat je mogelijk kans hebt op dementie, dan moet je gaan behandelen. Waarmee ja. dan? Ja, goed punt. Wat er nu gedacht wordt, is dat al die onderzoeken die worden gedaan met experimentele geneesmiddelen falen, omdat de ziekte al te ver is. Dus er worden miljoenen, nou miljarden geïnvesteerd in onderzoek. Maar de patiëntenpopulatie waarmee die getest worden, dat zijn mensen die al de ziekte van Alzheimer over het algemeen hebben. En dan ben je te laat. Dus er zijn heel veel dingen wel ontwikkeld. En misschien hebben die wel een plek als je vroeger zou behandelen. Maar dat hebben we nooit gedaan. Omdat we die mensen niet konden herkennen. Je kunt pas iemand met Alzheimer herkennen als je de diagnose hebt gesteld. En dat hebben we nu wel geleerd de laatste 10 jaar. Dan ben je te laat. Dus er zijn best wel steeds meer kennis over die ziekte. En er zijn misschien best wel hoopvolle ontwikkelingen. Maar je ziet nu langzaam zeker iedereen verschuiven naar we moeten zorgen dat we mensen heel vroeg. Misschien bij het eerste als je denkt, een heel beetje ouderdomsvergeetachtigheid. Maar dat is lastig, want je wilt het ook niet medicaliseren. Je wilt niet iedereen iets wat vergeten tegen de dokter sturen. Dat is een dilemma. Daarom zeg ik, de eerste 5, 10 jaar krijg je niks op de markt. Want er wordt vaak gevraagd, is dementie erfelijk? Mijn vader, mijn moeder, mijn oma, als de mensen worden, krijg ik het dan ook? Nee, in principe is het niet erfelijk. Het heeft ook met je leefstijl te maken. Maar als je een heel klein beetje erfelijke kant in zit, hart- en vaatziekte, 8%. Maar er is maar 1-2% van de dementieën die echt erfelijk zijn. Dat zijn bepaalde genetische afwijkingen. Nou, zo'n 2%. Daar doen ze dat soort onderzoeken mee. Want daar weet je, er zit een hele familie met mensen die jonge leeftijd dement worden. 40 jaar, 50 jaar. Heel veel mensen in de familie.
Ja, daarvan zou je kunnen zeggen, en daar gaan we al die onderzoeken naartoe. Ja, daarvan zie je, weten we dat die mensen een heel hoog risico hebben. Maar eigenlijk, er is veel discussie over, is de ziekte van Alzheimer nou eigenlijk echt een ziekte? Maak het van, of is het gewoon is het veroudering van de hersenen? Als je 95 bent, is de kans dat je de ziekte van Alzheimer hebt 40%. Dus je moet 50%. En ik denk dat als we de hersenen gingen kijken, van iedereen van 90 of 95, vinden we bij bijna iedereen afwijkingen die erbij passen. Dus het is ook een stuk veroudering. Maar sommige mensen krijgen het veel te vroeg. We weten dus nog niet goed hoe we dat moeten behandelen. Nou, wat ik dan wel belangrijk vind om nog mee te geven, is dat als je die diagnose hebt in het gezin, dat je nadenkt over je toekomst. Dat je niet laat verrassen. Want wat je ziet is dat naarmate de ziekte voortschrijdt, wordt de afhankelijkheid groter, maar worden mensen ook kwetsbaarder. En mensen met dementie, eigenlijk de reden van overlijden is meestal een longontsteking. Je ziet dat mensen slikproblemen krijgen, ze makkelijker verslikken, afweer wordt minder. En waar ik voor pleit is dat mensen goed nadenken over het voren, als je met pa, ma nog goed kunt overleggen of partner, wat wil je? Hoe ver moeten we gaan in de behandeling? Met alle medische dingen, het ziekenhuis enzovoorts. Dat zijn belangrijke vragen. U heeft het de vorige spreker al horen zeggen. Dementie voorlopig niet behandelbaar. Het is dus eigenlijk geen cure. Hè? We praten niet over genezing bij deze ziekten. We praten over care, we praten over zorg. Ik ben psycholoog van beroep. Ik hou mij bezig met die care. En waar het eigenlijk om gaat in de zorg voor mensen met dementie, dat leren wij aankomende professionals, is proberen ervoor te zorgen dat mensen met dementie en mantelzorgers zich zo happy mogelijk voelen. Het gaat dus eigenlijk om kwaliteit van leven. Wat kun je nog doen bij deze nare ziekte, dat zal niemand ontkennen, wat kun je nog doen om de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden? Nou, daar gaat onder meer dit boek over, opnieuw geleerd, oud gedaan. Leren dus, leren bij dementie, geheugen bij dementie, daar gaat het over. En u ziet hier staan, als wij leren, leidt dat tot verandering in het brein. Als u iets oefent, leidt dat tot verandering in de hersenen, waardoor u de volgende keer er beter in wordt. Om daar beter in te worden, heeft u uw geheugen nodig. Wat is geheugen? U ziet het staan, het opnemen, opslaan en weer tevoorschijn halen van informatie. Nou kennen wij een heleboel vormen van het geheugen en waar u het eerste aan denkt als u praat over het geheugen is wat wel genoemd wordt het bewuste geheugen. Als we over dat bewuste geheugen praten, kunt u dat eigenlijk met deze drie termen goed begrijpen. Er komen indrukken bij u binnen, bijvoorbeeld wat de vorige spreker u heeft verteld over de effectiviteit van de geneesmiddelen. Die informatie die wordt vastgelegd in uw geheugen als u met aandacht hebt geluisterd. En dus kunt u het uitdrukken, u kunt het vanavond uit uw geheugen halen. U kunt vertellen aan anderen dat het met die werkzaamheid van die Alzheimer medicijnen nog niet zo gunstig is gesteld. Nou, bij mensen met dementie kunt u onder indrukken een grote streep zetten. De informatie komt wel binnen, men kan erover praten, maar vliegt er eigenlijk gewoon weer uit. Wordt niet afgedrukt, waardoor het men ook niet uit kan drukken. En op deze dia ziet u dat in beeldspraak weergegeven. Stel u voor, die informatie komt door die draaideur naar binnen, komt in uw brein. U ziet daar getekend een structuur in het brein, de hippocampus, die heel belangrijk is voor het inprenten. Bij de ziekte van Alzheimer is die hippocampus ernstig aangedaan. Bij iemand met een gezond brein gaat die informatie als het ware naar zijn interne bibliotheek, zijn lange termijn geheugen. Bij mijn mensen met de ziekte van Alzheimer niet. Aan de linkerkant ziet u de donkere lijn hoog. Dat is de leerprestatie van oude mensen zonder dementie als zij woordparen moeten onthouden. Nou, mensen zonder dementie die kunnen dat goed. U ziet dat de prestatie stijgt per trial. En dat na een week een beetje inzakt, maar dat mensen lang niet alles zijn vergeten. Kijkt u naar de onderste lijn, dan ziet u de prestatie van mensen met een behoorlijk ernstige dementie. U ziet daar staan MMSE tussen de 5 en de 12, MMSE is een veelgebruikte test.
Als je zo'n lage score hebt, dan ben je behoorlijk dement. En je ziet eigenlijk dat het leren nul is. Maar er bestaat ook zoiets als het onbewuste geheugen. En dat ziet u onderaan deze dia staan. Bijvoorbeeld die twee woorden die ik heb verminkt. Kan iemand van u zeggen wat daar staat? Nee, dat heb ik dan misrekend. Daar staat lerend vermogen. En ik had gehoopt dat u het zou zien. Want ik zal u uitleggen waarom de kans bestaat dat u dat had kunnen zien. In het onbewuste geheugen staan ook de oude associaties met het verleden. Dus gesteld u had een grootvader 50 jaar geleden die bepaald merk pijptabak rookte. Dan zit dat nog in uw brein. Al kunt u de herinnering vaak niet spontaan meer ophalen. Maar zodra u de geur ruikt, dan komen de herinneringen boven met de bijbehorende gevoelens. Daarbij is nog iets belangrijk. Als mensen oud worden, weten zij zich niet evenveel te herinneren over hun leven dat zij daarvoor hebben geleid. Niet over elke periode evenveel. De schrijver Günter Grass, die nu is overleden, heeft een autobiografie geschreven. Hij is overleden 87 jaar oud. Als je die autobiografie leest over zijn hele leven, en je gaat het aantal bladzijden tellen en je gaat dat afzetten tegen de leeftijd waar je over praat, dan krijg je deze grafiek, de reminiscentiemodel. En die houdt in dat oude mensen, als je ze vraagt, vertel eens wat over je leven, het meest weten van de periode tussen, toen zij tussen de 10 en de 30 jaar oud waren. Dat heeft allerlei redenen, de hele mond daarover is het ook nog niet bekend, waar wij nu niet op in kunnen gaan. Maar dat geldt voor alle mensen, alle oude mensen zonder dementie. En dat effect wordt sterker naarmate mensen ouder worden. Bij mensen met dementie komt daar nog bij dat wat er in het geheugen zit, ook voordat zij dement werden, laten we zeggen dat ze over 75ste dement werden, dan zitten die herinneringen toen de imprinting nog werkte tot het 75 levensjaar wel in dat brein. Maar naarmate men dementer wordt, worden die nieuwe herinneringen steeds minder goed toegankelijk. Het geheugen rolt als het ware op van achter naar voor. Dus dat reminiscentie-effect wordt nog eens versterkt. Dus eigenlijk is de gevolgtrekking, als je goede zorg wil leveren aan mensen met dementie, is het belangrijk dat je die mensen kent, dat je iets over hun leven weet. Over welke periode moet je dan het meest weten? Over de periode dat zij tussen de 10 en de 30 jaar oud waren. Ik heb hier drie figuren getekend en ze op een gemene manier uitgevlakt. Kunt u zien wat ik hier heb getekend? Dat zijn er drie. U kunt het niet zien. Ziet u het nu? Ziet u het nu? Roep eens iets. En nu? Een ouderwetse telefoon, een dromedaris en een fiets. Nu ziet u het. Dit zag u niet. Nu u het weet, wel. Nu hou ik u voor dat als ik hier over een jaar zou terugkomen en ik zou u vragen, zonder deze dia te laten zien, weet u nog welke drie verknipte figuren dat waren dat u dat niet weet, maar als ik u de tekening laat zien dat u het kunt zeggen. Gelooft u dat? Ja. Dit onderzoek is gedaan, dat noemen we priming. Dat noemen we herkennen van de informatie dat we eerder hebben gezien. Wat is nu het interessante? Bij mensen met dementie is deze vorm van onbewust geheugen ook gestoord, maar niet zo ernstig gestoord als het bewuste geheugen. Hier ziet u links in die grafiek dat het leren weliswaar nog veel slechter gaat dan bij oude mensen zonder dementie, maar dat het leren niet meer nul is. Dat mensen met dementie nog iets kunnen leren is eigenlijk ook logisch, want die dementie is een proces. Het is een progressieve ziekte, het wordt erger, de beperkingen worden groter, maar in de loop van het proces zou je toch verwachten dat er dingen overblijven. Dat het niet meteen van vandaag op morgen meteen 100% weg is. Nou, naar die mogelijkheden moeten we zoeken. Er blijven drie vormen van geheugen relatief minder gestoord bij dementie. Dat is het automatisch geheugen, het emotionele geheugen en de routines. En ik ga u van alle drie voorbeelden geven. Wij hebben een interventie ontwikkeld. Wij noemen dat Radio Remember. Gaat 27 mei in de lucht landelijk. Wij hebben een radiostation ontwikkeld voor mensen met dementie, met muziek uit hun reminiscentieperiode, met muziek tussen de jaren 30 en de jaren 60. Die oude herinneringen die kunnen opgeroepen worden.
Als u daarvan een indrukwekkend voorbeeld wilt zien, dan moet u kijken naar de documentaire Alive Inside. Afgelopen november op de ITVA, als u Netflix heeft, daar staat hij op. Wat u daar ziet is Henry, een man met een vasculaire dementie. U ziet een heleboel mensen, maar u ziet onder andere Henry. 10 jaar dementie, nauwelijks aanspreekbaar, de hele dag inactief, tot ze hem zijn favoriete muziek laten horen. Hij krijgt een hoofdtelefoon op, verbonden aan een iPod, met zijn favoriete muziek uit de jaren 30. Hij wordt al niet alleen blij, hij begint te bewegen. Zijn brein herkent die muziek, activeert de motorische circuits, hij begint te bewegen, maar activeert ook de geheugencircuits. Want als je de hoofdtelefoon van zijn hoofd haalt en je gaat hem dan vragen stellen, dan is hij tot opmerkelijke antwoorden in staat. Je hebt tijdelijk een hele waardevolle prikkel gegeven die zijn hele systeem activeert. Hij zakt daarna trouwens weer in, maar je kunt het elke dag herhalen. Hier ziet u Jo, 96 jaar oud. Haar dochter van 70 jaar oud heeft haar een babypop gegeven. Dit is enkele maanden voor haar dood. En een van mijn studenten zei toen ze naar deze foto keek, als ik goed kijk, zie ik hier geen demente oude vrouw met een babypop, maar zie ik een moeder met haar kind. En dat had ze goed gezien en haar dochter had dat goed begrepen. Jo was een goede moeder, een goede grootmoeder, een goede overgrootmoeder. Ze zat stijf van de apraxie, om het maar zo parlementair te zeggen. Ze moet met alles geholpen worden, maar kijkt u eens naar haar gezicht. Die herinnering die kan worden opgeroepen. Ze pakt trouwens de pop precies goed beet, terwijl zij verder met alles geholpen moet worden. Een tweede voorbeeld van zo'n associatie betreft geuren. Dit is een mevrouw die bijzonder angstig kon zijn. Een mevrouw met een ernstige dementie. Deze mevrouw was dol geweest op haar echtgenoot. Ze sprak trouwens nooit meer over hem. Ze zat in die vroege periode. Als zij sprak, sprak ze over haar eigen vader en moeder. En over haar broers en haar zussen. Maar haar brein wist nog hoe haar man rook, dames en heren. Want die kinderen vertelden ons dat die man zijn leven lang een van de twee oude mannen aftershaves heeft gebruikt. Je had Fresh Up en je had de Old Spice. Deze meneer gebruikte de Old Spice. En als wij een druppeltje op de zakdoek deden, want deze foto's die heb ik gemaakt binnen 10 minuten. Binnen 10 minuten kregen wij haar van blij, van angstig, de foto linksboven, naar blij, rechtsonder. Want als wij een druppeltje Old Spice op een zakdoek deden en we lieten dat die mevrouw ruiken, werd ze 4 van de 5 keer blij. Er werd een oude herinnering opgeroepen met het daarbij behorende gevoel. Het bijzondere was trouwens dat zij zelfs dan nooit zei op dat moment, zo rook mijn lieve man. In het bewuste geheugen was dat niet meer toegankelijk, maar haar brein wist het. U kunt zich ook negatieve voorbeelden voorstellen. Hè? De mensen die de Volendam-brand hebben meegemaakt in die discotheek, weet u nog? Hè? Die mensen die hebben enorme angsten doorstaan. Die hebben, als ze overleefd, de geur van verbrand vlees geroken. U wilt mij wel geloven als ik zeg dat geen van die mensen ooit nog aan een barbecue deelneemt. Want als ze die geur ruiken, kan er een paniekaanval komen. En zouden zij dement worden, is dit zeer belangrijke informatie om te weten. Hoe kunnen mensen dan leren? Ik geef u een voorbeeld. Een meneer met een gevorderde dementie, die zich niet meer zelf kon wassen en kleden en geholpen moest worden. Maar tegen dat geholpen worden bij het wassen en kleden verzette hij zich hevig, omdat hij het niet begreep waarschijnlijk. Dus als de wijkverpleegster hem kwam helpen, of stelt u zich eens voor iemand in een verpleeghuis, dan sloeg hij. En in dit voorbeeld was dat ernstig, want die meneer was nog sterk. Hij was krachtig en hij sloeg hard. De specialist ouderengeneeskunde had het gedrag al eens een keer gedempt, met een middel dat Haldol heet. Maar dan lag die man kwijnend in zijn bed en dat wilde ook niemand. Op een dag, meneer was opgenomen in een verpleeghuis, komt een verzorgende binnen die met zwangerschapsverlof was geweest. En die kwam haar pasgeboren kindje laten zien. En die gaf dat kindje in de armen van een diep demente mevrouw en die pakte dat precies goed beet. Ze durfde niet in de armen van die meneer te geven. Maar die meneer zat daarnaast en we zagen hem ontdooien. Wat niet zo raar is, want de meeste mensen raken ontroerd door het zien van een jonge baby. Wij dachten, misschien kunnen we daar wat mee. We hadden deze poster, een filmposter,
naar een boek van John Irving, World According to Garp. En we lieten dat deze diepemente meneer zien, die afbeelding van die baby voor zijn neus. En hij ontspande. Wij kochten 6 van die posters, hingen dat aan de muur van zijn slaapkamer, zodat als hij in zijn bed lag dat hij dat zou zien en wij hoopten dat hij daardoor die prettige emoties zou voelen. Dat gebeurde wel, maar niet als hij werd gewassen. Want als de verzorgende hem dan ging wassen, zag hij alleen nog maar die verzorgende en begon hij weer te slapen. Tot we met de poster naar de multicopy gingen en we lieten de afbeelding van de baby op een schort afdrukken. En de verzorgende droeg het schort. En toen kon hij daar niet meer aan ontsnappen. En hij sloeg niet. Mocht ik soms steeds anders zijn, zou ik dat nog wel weten. Leven samen was zo fijn, zul je dat nooit vergeten. Altijd, altijd is er een zon en een maan. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je nou nog meer lokale televisie zien? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Merwe TV. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk onze website merweRTV.nl.